Er is weer een spannende tijd aangebroken voor tienduizenden leerlingen van het middelbaar onderwijs. Vandaag is het centraal schriftelijk eindexamen weer begonnen. Deze periode werd vorig jaar overschaduwd door de examendiefstal op de Rotterdamse Ibn Galdoen school. Leerlingen stalen 27 examens uit een kluis en verspreidden die op internet. Dit jaar is de beveiliging flink verbeterd. De Wolfert van Borselen scholengemeenschap in Rotterdam. Niek van Maren regelt hier alles voor het examen. Hij laat ons de kluis zien waar de examens opgeslagen liggen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft na de fraude op de Ibn Galdoen de beveiliging verscherpt. En daar liggen ze dan? Ja, dat zijn de examens waar we lang hebben op moeten wachten. Wat langer dan voorgaande jaren in verband met extra beveiliging die het ministerie heeft afgekondigd. We hebben ze afgelopen week binnengekregen, gesorteerd en vervolgens op afdeling in onze kluizen gelegd. Het cellofaan is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het is wat strakker om het pakket heen gedaan. En vervolgens hebben ze nu kruiselings een strepband omheen gedaan die vervolgens aan de binnenzijde van het cellofaan ook verzegeld is met een zegel van het ministerie. En op deze manier hopen ze dat het ook wat minder fraudegevoelig is. En je ziet ook dat hier tekst op het cellofaan geprint staat. Dat was voorgaande jaren ook niet het geval. Ik denk met het oog op mogelijk nieuw cellofaan erop doen als de fraude aan de orde zou zijn. Als we nu kijken naar alle maatregelen die getroffen zijn, en dan heb ik het niet alleen over uw school, maar schat u in dat fraude nu echt voorkomen kan worden? Nou, fraude kan zeker voorkomen worden. Of het uitgesloten is dat de fraude zal plaatsvinden, dat kan je natuurlijk nooit 100% zeker zijn. Maar zoals het nu allemaal gedaan is, ik denk dat dat voor ons zeer veilig is. En dan naar verslaggever Jan Roelof Visser. Hij staat bij de Oppert. Dat is de school die het onderwijs van de Ibn Galdoen tijdelijk heeft overgenomen. Hoe is het daar eigenlijk gegaan met de eindexamens, Jan Roelof? Ja, die eindexamens zijn vandaag ook hier begonnen. Hier gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen als voor de andere scholen. Ja, dat was vorig jaar wel anders hoe het hier aan toe ging. Toen was er een kluis die heel makkelijk te bereiken was voor de leerlingen. Het daklijk werd opgetild en toen ging er een groep naar binnen, pakte de examens en gingen naar buiten om dat te kopiëren. En later werden die examens op dezelfde manier teruggelegd. Nu liggen ze in een hele andere ruimte. Ja, en de Oppert zegt nu, wij willen absoluut nergens over praten. We willen één ding en dat is rust, zodat de studenten zich kunnen concentreren op hun examens. Dat is duidelijk. Vandaag dus de eerste examens. Hoe zijn die eigenlijk gegaan? Niet iedereen gaat vandaag vol aan de bak. Bijvoorbeeld de meeste VMBO-leerlingen die gaan morgen pas beginnen. Maar HAVO-leerlingen moesten zich vandaag wel melden. Dat begon vanmorgen met een examen kunst en vandaag management en organisatie. En de VWO'ers die gingen vandaag aan het examen Nederlands beginnen. En de reacties die waren als volgt. Hoe is je examen gegaan vandaag? Ik vond me wel meevallen. Ik heb net Nederlands gehad en ik ben er op zich niet heel slecht in. Dus het ging wel oké, denk ik. Ik moet even afzien. Het was een beetje van dat je in je eigen hoofd zit en ja, gewoon overal aan gaat twijfelen en zo. Dus ja, ik weet het niet. Dat is niet moeilijker dan ik het verwacht had. Heb je nog iets gemerkt van de veiligheidsmaatregelen die dit jaar zijn getroffen? Ik zag dat er heel duidelijk werd, dat de leraren heel duidelijk lieten zien dat het verzegeld was en zo, dus dat zag ik. Van de examens werd er laten zien dat alles nog dicht was, al de examens waren nog dicht. En alleen dat eigenlijk. Niet speciaal, maar ik weet niet echt hoe het hiervoor was, dus... Ja, wel iets, maar niet echt dat ik denk van, speciaal allemaal.